al deze machtige monsters was er maar één echte heerser. Een bedreiging voor iedereen. Op elk moment. Elke plaats. Tyrannosaurus Rex. Totdat een enorme meteoriet op de aarde botste. En het tijdperk van de dinosauriërs abrupt tot een einde kwam. Maar helemaal verdwijnen denk ik nooit. T-Rex leefde in Noord-Amerika. Dus ging Nederlandse paleontoloog op expeditie met Amerikaanse wetenschappers. Ze zijn misschien net op het spoor in de staat Wyoming. Tyrannosaurus opgraven is ontzettend belangrijk. Er zijn heel veel dingen die je nog moet weten. Dat is zoveel spullen zijn. Dat is pretty obvious, dat is gotta be een Rexian. De oppervlakte wordt volledig uitgekant. Oh, dat is gespoeld aan losse stukjes. Maar met elke schepsel wordt de hoofd een stukje kleiner. Van de T-Rex geen spoor. Ja, voor het even zagen het fantastisch uit. En,